In en rond Alkmaar is van alles te doen op het gebied van theater en muziek. Dit is natuurlijk helemaal Robert Jans tak van sport en daarom neemt hij mij mee naar het... Indian Summer Festival. Eén keer per jaar, crossover festival. Super vette artiesten. 20.000 tot 30.000 bezoekers. Lekker, en volgens mij... Feesten. Is het feesten, want ja. Er zijn heel veel mensen die het hier, zo te zien, heel erg naar zien. En wij gaan dat ook doen. Hey Robert-Jan, jij organiseert zelf ook feesten, hè? Ja. Ja. Ook zo groot? Nee, nog niet zo groot, maar daar wil ik natuurlijk wel heen. Ja. Ik kan hier alleen maar respect voor hebben. Het is natuurlijk een te gek feest. Want wat maakt zo'n festival nou tot succes? Wat is een succesfactor? Nou, ik denk dat het constant kijken is naar wat wil je publiek, hoe pas je aan op veranderingen in de markt. Ja. En een brede doelgroep aanspreken, dat is wat ze hier doen. Ze hebben heel veel muziekstijlen, natuurlijk helemaal te gek. Ja. Dus zeg maar waar jij zin in hebt. Nou ja, ik hoor daar 90's. Ja? Nu ben ik een kind van de 90's. Hey. Dus laten we naar de 90's gaan. Deze dames niet, denk ik. Dit zijn geen kinderen van de 90's. Dit zijn geen kinderen van de 90's, maar ze hebben het wel in hun zin. Dus ja, het is inderdaad duidelijk succes. Geen kinderen van de 90's. Maar gelukkig ben ik niet de enige van deze generatie. Hey, jij bent DJ. Ja. Dus jij draait. Ja. Dus laten we dan ook weer gaan draaien hier. Back to back? Ja, dan draai ik mee. Gaan we allebei draaien. Let's do it, man. Het Indian Summer Festival is al jaren een begrip in Noord-Holland. Er is hier voor ieder wat wils. Pop, rock, dance en zelfs comedy. Nou is hier volgens mij voor dansdiepurpers echt alles te vinden. Ja. Maar gewoon door het jaar heen, in het weekend in Alkmaar, wat gebeurt er allemaal? Ja, we hebben verschillende plekken waar je terecht kan. 25, pop, podium, modio's, verschillende te gekke plekken. En er is eigenlijk voor ieder wat wils. Van 80s, 90s tot house, tot techno, tot eclectische muziek, hip-hop. Dus eigenlijk is er altijd wel wat te doen. Ja, iedereen komt aan zijn trek in het weekend. Iedereen zou aan zijn trekken moeten komen, laat ik het zo zeggen. Ja. En wij komen behoorlijk aan ons trek hier, denk ik. Zo. Dus laten we maar even door. Ik denk dat we nog heel even door moeten trekken. Door. Nou, Alkmaar heeft me echt verrast. Heel veel historie in combinatie met leuke winkeltjes, galeries en natuurlijk het stadstrand. Nou, wil je meer weten over Alkmaar, ga dan naar onze website. En ik blijf nog even. Ik ben benieuwd waar Robert-Jan is.